Inheemsen krijgen een speciale afdeling op het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Dit heeft de vertegenwoordiger van de president, Edgar Dikan, vandaag gezegd in de Palmentuin tijdens de festiviteiten in verband met de Dag der Inheemsen. Het beleid van de regering Bouterse-Adien zal hervormd worden met betrekking tot zaken de inheemsen betreffende, zegt Dikan. Die verder aangaf dat de vreedzame optocht die de inheemsen vandaag gehouden hebben, niet ongemerkt voorbij gegaan is aan de president. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling maakt geen beleid vanuit het kantoor, maar gaat daarvoor naar de verschillende dorpen. Grand Creek, Powaka, Mata, Bigipoika, Witsanti, Hollandse Kamp en Borokoite. I guess let me forget one. Maar in elk geval, Uwanja voorbeeld, dat vanuit een ministerie Asano Kenki. En heel binnenkort, Woshi ook toe vanuit een ministerie, dat we een EDPC of de speciaal die een heemse in Sranang. Het is wel eens, een EDPC dat een ministerie of de speciaal die een heemse in Sranang, dat we zorgen via operationalisering, maar ook tot dat beleidsniveau, voor met duidelijk beleid naar de inheemse toe. Dikan zegt blij te zijn om de verschillende bevolkingsgroepen te zien in de Palmentuin, om het feest met de inheemsen te vieren.